Hey, ik weet, ik heb even niet gepost, maar dat komt omdat ik op reis was in Oostenrijk en Zolden. Maak je maar klaar voor het nieuwe FIFA 16, want dan ga ik een hele spettige carrière moeten posten. Maar hier komt eerst nog mijn vlog van Zolden in Oostenrijk. Veel kijkplezier, yo! Ik hield van jou. Reinier, hoe ver is het nog? Dit is Reinier, hij is een ongelofelijke man. Zoals je ziet geniet hij van de kleine dingen en vooral luistert hij ook veel naar... We are the robots. Ik denk nog zo'n 15 uur, Arne. Wat blief? Nu ga ik een aangename videoclip maken van mij in de auto omdat ik me 15 uur lang verveel. Ja, net toegekomen in Oostenrijk. Het is nu nog een tijdje fietsen. Naar mijn huisje. Het is erop dat we het vinden, kijk, dat is het uitzicht al een tijdje. En we zijn op weg naar Oostenrijk dus. Ja, hopelijk gaat alles goed. We raken er wel zo even. Ach, je bits neemt pillen, dat is geen probleem. Ik neem Valium, ik kom niet alleen, want ik heb pillen en drank. We zijn eindelijk toegekomen en dit is het uitzicht van in mijn kamer. En dit is de living van ons huisje Belmonte dat we huren in Zolden in Oostenrijk. En dit is de slaapkamer. Prima, in orde allemaal, echt waar, zeker een aanraad. We are now in Austria. And it's a great world. But in the winter, it's more stormy. You see the sky above me. En je ziet de bomen, de trees, everything is expensive here, so don't come here, come to Turkey, because it's a little cheaper. Ja, we are now. Ja, we zijn er nu. Kijk. Maar wacht eens even, wat is dat daar? Deze foto vond ik wel zeer uniek, dus deze deel ik even mee wel. En deze ook, ja, deze vind ik ook zeer prachtig. Dus ja, dank u voor het kijken, dank u. We zijn nu op de Bern, op... 2700 meter hoog, zie ik, kijk naar thuis. Hier de band achter mij. Ik ben Henk, de eenzame boom. Het is echt zeer hoog. Hier gaan we nog eens kijken. Hier zijn we dus bij de Bern in Oostenrijk. Nou, shit. Zo ver. Ja, hier zitten we dan. En het ding is aan het uitzicht. We zitten nog in wat hoogtes. Wunder zijn de drie musketeers. Ja, we zitten nu in een verlaten dorp. In Zolden. Er is hier echt geen kans. Alleen maar olifanten. En honden. Er is hier niemand. Ach, je bits neemt pillen, dat is geen probleem. Ik neem Valium, ik kom niet alleen, want ik heb pillen en drank. Ik heb pillen en drank. Hey yo. Nu op 3000 meter hoogte. Dat is zeer goed. Daar kom, hier. Dat is het uitzicht. Dit zijn foto's vanuit 3000 meter hoogte in de cabine. Dat kun je bereiken in Zolden in Oostenrijk. Dit zijn zelfgetrokken foto's en dit is uit de cabine. Al deze foto's zijn zelf gemaakt. Koop ze nu. Op het hoogste gebied van de berg hier in Oostenrijk. En ik heb net twee bergklimmers gezien. Die hier klimmen, daar zo, hier boven. En dat zijn professionele klimmers waarschijnlijk. En dit is het uitzicht. Langs de berg. En we moeten dan nog terug naar beneden. En zo ziet dat hier eruit. Dankie. Ja.
We zijn nu op 4000 meter hoog. Wat 4000 meter? Dus je adem zijn nu op 4000 meter hoog. En dat is het uitzicht. Zeer hoog. Ja, die buurt zijn hier vrienden. Ja, kijk maar naar het uitzicht, de sappeltje. Ik passeert hier net een dwerg. We zitten nu bij de gletsjers waar er veel sneeuw ligt en veel plezier valt te beleven. Dit zijn de gletsjers. Ja. En Solden in Oostenrijk heb ik veel plezier beleefd. Is zeker ook een aanrader voor in de winter, voor skiers. Dit was mijn vlog van Solden in Oostenrijk. Huis Belmont is ook zeer aan te raden. Dank u voor het kijken.